Veel inlopende spelers bij de Tilburgers. Maakt het Heggie nog wat lastig? Misschien nu nog wel lastiger, want dit is een aardige knal zeg van Bos. Zo, goeie genade. Dat is een doelpunt om in te lijsten. Jesse Bos. Vijfde doelpunt van Bos dit seizoen. Het zal vast en zeker zijn mooiste zijn. Daar komt Den Bos. En een reactie kan hier komen, want Smits zit daar mis. Raakt de bal niet, maar hij gaat met zijn benen wel naar de voeten van Costors. En die worden geraakt. En dus had Van der Laan hier iets mee moeten kunnen doen. Indraaiende voorzitter van Oelat. En die gaat langs alles en iedereen. En dus maakt hij de gelijkmaker. En dat zal voor de Bossenaar een beetje als genoegdoening voelen na dat penalty moment. En staat het 1-1. Meerveld. Die zet. Dat is een goede bal. En die moet erin. Die moet erin en gaat erin. Hilteman. Er stonden er 3 van Willem II. Dodeman. En Oosting ook nog. Maar Hilteman is uiteindelijk de gelukkige. En dan wordt het ook weer heel makkelijk. 2-1 voor Willem II. En hier kan de volgende kans op doel gaan komen. Maar die komt er niet. Want daar heeft Smits de bal. Die glipt dan nog wel uit zijn handen. Maar een overtreding op Costors is dit natuurlijk niet. Dat doet wel terugdenken aan het moment na iets meer dan een kwartier spelen. Dodeman. Bos. Bos, het kan niet 2 keer op een avond. Al was hij er wel heel dichtbij. Een pegel van afstand. De vingertoppen. Doelman Heggy. Tom belangrijk. Maar hier kan hij er helemaal niets aan doen als Hilteman zijn tweede van deze avond kan maken. En het dus 1-3 staat. Toch weer een vroege goal, ook in de tweede helft. Die bal van Gunsen, goede aanname ook. En dan gaat hier een kans komen. En is daar de redding van Smits noodzakelijk op het schot van Oelat. De Leeuw. Svensson. De meest verse invaller op het veld. Krijgt de bal voor. Vermeulen. Bos. Bokila laat hem. En dan is daar. Ja! Via de flipperende flipperkast. Toch nog een 1-4. En Santiago maakt hem. 1-4. En dat is voor Willem II de grootste uitzege ooit in Den Bosch.